De tweedaagse energieconferentie die door de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme en Natuurlijke Hulpbronnen is georganiseerd, is vandaag afgesloten. De conferentie is in samenwerking met de Business Group NV en de organisatie One Basin Three Nations, Optin, georganiseerd. De energieconferentie is de voorloper op de overgang naar een duurzame, op energie gebaseerde economie in de Guyana's. Volgens Bobby Gosai Jr., voormalig directeur van de Guyanese Olie- en Gasassociatie, is ons buurland zich bewust van de belangrijkheid van de olie-industrie in Suriname. Het is nieuw voor Guyana en dat was het ook eens voor Suriname. Volgens Gosai doen Surinaamse bedrijven en hun partners in de offshore sector het heel goed, omdat ze zich houden aan de procedures en regels. Services that have been delivered by the local companies here is of course agency services, logistics, welding services, waste management, it's the vessel chartering, rigging services, rigging equipment, degreasers, bunkering, technical supplies. So we can all provide that as local companies here and up to standard. And it was maybe not from day one that we were able to do it. We've had a lot of help also from the oil companies here that helped us set up and teach us how do we need to do it, and also stress the importance of certification. But they've contributed, and we've got a head start with them. But from then, as the companies have been growing and have by themselves have been further developing these services and standards. Charles Ramsen, een Guyanese jurist en keynote-spreker, heeft een presentatie gehouden over hoe een olie- en gassector op te bouwen en wat de rol van de regering hierin is. Ramsen geeft verder aan dat de Guyana's en de rest van het Caribisch gebied met dezelfde situaties worden geconfronteerd. Daarom is het van groot belang dat we als landen uit deze regio van elkaar leren en elkaar helpen. Guyana, having never been an oil producing country before, had to really start to think seriously about oil. We really had to start thinking seriously about how is it that we are going to prepare ourselves so that we can reap the benefits of oil, but we needed to understand it first. And that was one of the reasons why I ended up going to Aberdeen, because if we're going to be able to say that we're going to benefit from this extraction of this natural resource, then we have to understand it. We have to understand it very well. And as the previous speaker alluded to, understand it from a very technical perspective as well. Dat was Charles Ramsen, Guyanese jurist en keynote-spreker. Hij sprak vanmorgen tijdens de afsluiting van de tweedaagse energieconferentie die voor de tweede keer is gehouden. Deze energieconferentie is de voorloper op de overgang naar een duurzame, op energie gebaseerde economie in de Guyana's. De afsluiting is gehouden in de ballroom van Hotel Turarica.